Zo, welkom allemaal bij de allerlaatste video met beelden van Roos Outerberging. Ik heb daar met heel veel plezier gewerkt. Dus deze video gaan we een terugblik wordt daarvan gemaakt. Van alles wat we hier hebben meegemaakt. En ja, de tijd is hard gegaan. Heel veel geleerd, heel veel leuke dingen gedaan. Ook minder leuke dingen gezien. Maar dat is deel van het werk. Al met al, natuurlijk begonnen met YouTube, met jullie. Dus alles bij elkaar, echt een ontzettend goede tijd gehad. Maar het is tijd om door te gaan. Dus dit is de laatste video met een terugblik van alles wat we hebben meegemaakt. Tenminste de hoogtepunten daarvan. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En dan zie ik jullie straks weer. Op de A4, de hoogte van Delft. En ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar net toen ik ging instappen hoorde ik allemaal sirenes. Dus of die daar naartoe gaan, ik durf het je niet te zeggen. Maar het is meestal wel, dat is natuurlijk wel apart. Dat als jij een ongeval binnenkrijgt en je tegelijkertijd allemaal sirenes richting de snelweg hoort gaan, dat kan nog wel eens in verband staan. Dus we gaan even kijken of dat zo is en dan zien jullie dat zo. Het was dus blijkbaar de brandweer die ik hoorde, maar die gaan wel dezelfde kant op. Dus ja, dat kan natuurlijk als er iets met een beknelling of zo is, dat hun erbij komen. Maar goed, nogmaals, we gaan het zo zien. Achterhol sluit nu ook politie en Rijkswaterstaat aan. Dus we gaan in een soort kolonne rijden we nu naar het ongeval toe. Het is nog 2,2 kilometer. Ik moet heel even kijken of ik ergens een gaatje heb. Want dan kan ik aan de kant voor de brandweer of voor de politie achter ons. Kijk, hun redden levens, hè, ik niet. Dus het is altijd belangrijk dat hun de eerder zijn, want hun kunnen veel meer doen. Daarom, zodra je kan, altijd even ruimte maken voor de politie, brandweer of ambulance. Ondanks dat ik er ook wel naartoe moet, hebben hun meer haast. Ik weet niet wat hier gebeurd is, maar dit is niet best, joh.
Hallo. Ja, ik zag jullie nog niet. Ik denk, zet hem neer. Ja, nee, maar goed. Moet ik je helpen met pionnen lopen? Nou ja. Ja, maar dit is geen best verhaal, joh. Ja? Dit is geen best verhaal. Ja, ik weet dat het zo uit was, maar het is niet zo. Nee, ik kom ook net aan. Okay. Moet ik die nemen? Ja, dat is goed. Weet je dat? Ja, ja. Doe ik de voorste hier? Als jij... Deze gelijk weghalen, of niet? Ja, doe maar. Gooi je wel helpen. Je moet gaan voetballen, jij. Je moet gaan voetballen. Nee, hallo. Wacht, wat is er? Bestuurder, is eruit dan? Ja, ja, die zit in de handen. Oké. Okay. Deze is volgens mij van die glashandel. Ja, oké. Okay. Verkeerspolitie komt er nog aan, dus misschien een onderzoek. Wacht wel even af. Ja, er ligt nog wel aan de handen in Heineken. Ja, ik zie het, ja. Daarom, als hun mij vrijgeven, dan ga ik beginnen. Je weet hoe het werkt, hè? Ja, ja, ja. Als krijg... altijd doorheen. Als krijg ik gelijk een nekschot als ik nou al wat doe en ze willen nog... Ja, precies. Kijk wat de verkeerspolitie zegt. Want er liggen nog wel wat lege glaswaren in hier bij de ruit. Oké. Ja, ik zie het. Ja. Ja. Standaard. Wil jij trouwens onherkenbaar? Ja. Ja? Even kijken hoor. Als wij heel even daar gaan staan, dan zitten. Ja, daar gaat ie. Dat is wel de bedoeling.
wordt mooi, zou ik hem dan eigenlijk even achteruit erop moeten trekken. Dus dan moet ik heel even... Oké. Ja. Maar ja. Kan je hem dan niet de wagen zo zetten tegen de skering? Mijn auto? Ja? Ja, ja. Ja, oh, oké. Okay. Nou, die vraag was al een paar keer voorbij gekomen. Hoe doen jullie dat als er een auto op zijn dak ligt? Ik denk dat we hier wel een mooi voorbeeld hadden. Uit het verhaal begreep ik dat die meneer uit moest wijken voor een auto. Nou, toen is hij de berm ingestuurd, maar in die berm was een trapje. En toen is hij over het trapje door de reling heen gegaan en zo op zijn dak terecht gekomen. Ja, ik had niet graag in die auto gezeten, maar hij was helemaal ongedeerd en nergens last van, nog nagekeken door de ambulance. En de aanname die, de fout die ik maak, ik kom daar aan en ik zie zeg maar in het dak, zie ik allemaal lege flesjes bier liggen. Dan denk je gelijk, tenminste ik, foute gedachte, van nou die zal wel hebben gezopen. Maar dat was dus helemaal niet het geval. Die meneer was gewoon nuchter, had alles netjes voor elkaar, moest alleen uitwijken voor een auto. Maar zo zie je maar hoe je hersenen werken. Je denkt gelijk zo, die zal al bezopen zijn geweest. Maar nee, dat was helemaal niet zo. Het was gewoon, er lagen al maalspullen in die hij weg ging brengen. Dus die meneer heeft in principe helemaal niks fout gedaan. Dus we hebben hem meegenomen naar het depot, daar weer afgegooid. En gaan we kijken wat de rest van de dag ons nog brengt. Het regent weer voor het eerst. Het is nu donderdag. Meestal is dat dan al heftig gespitst. Dus we gaan kijken wat er allemaal nog gaat gebeuren vandaag. Tot straks! Zo, het is zondagmorgen vroeg en het is, hoe laat is het, 5:30. We krijgen een melding op de Kralingse Zoom van een ongeval. In de melding staat dat die niet rolbaar is en dat de politie aanwezig is. Dus ik ben benieuwd wat we gaan aantreffen. We gaan eens even kijken. Ik ben hier wel nog, ik moet heel even wakker worden, joh. Maar we gaan er naartoe. Goedemorgen. Ziet er goed uit? Ziet er goed uit? Ja toch? Komt er nog wel onderzoek of zo? Nee, we dachten we even meten en dan maak ik dan wat. Top, dankjewel. Motorblok ligt ernaast, mijn god. Hebt die bestuurder het overleefd? Hij
hij is zelf niet voor elkaar gaan zitten. Zo. Ik vraag me niet hoe, maar... Die heeft echt eindelijk op schouder. Dit is niet met 30 gegaan. Hij is een snelheidsmeter staat stil op 75. Ja, daar heb je nog geremd, waarschijnlijk. Of gegleden. Hij heeft 40 meter gegleden. Ja. Tering. Dit is echt een klap geweest. Ja, nee, toevallig reed een collega van de hoek. Ja. Die zagen hem langskomen, dus die wouden er achteraan even controleren. En toen reed hij al meer dan 100. Ja, dit is natuurlijk nog een analoge snelheidsmeter. Die blijft staan op de snelheid. Oké. En dan heeft hij wel heel veel geluk gehad dat hij nog zelf uit kon. Tenminste, er maar elkaar op kon. Ja, zeker wel. Hij had ook als cadeau kunnen zijn. Ja. Als je ziet tot hoever hij naar binnen is gebogen. Ja, die, dat is bizar, hè? Ja, dat is bizar toch? Ja, dit. Die krachten, jongen, die zijn. Nou ja, niet te geloven. Paal staat ook. Ja, ik weet niet of hij al scheef stond, maar. Ja, weet ik ook niet. Ik denk het niet, want als ik zie hoe de grond hier is. Zeg maar veranderd. Opgestreupt. Ja, dan denk ik dat echt door de botsing komt. Ja, hij staat er echt diep in. Zelfs het schutbord is verbogen. Dat zie je echt niet snel. Hij komt natuurlijk bij redelijk wat ongevallen, jullie ook, maar dit zie je niet vaak. Nee, dit is echt bizar. Maar ook dat hij zo gelanceerd wordt. Ja. Bizar. Hard gedaan. Ik moet hem, denk ik. Ik heb heel de versnellingsbakken zelfs geëxplodeerd. Liggen hier gewoon. Als er versnellingen liggen hier. Ja, bizar, hè. Maar ik moet hem er achteruit op gaan trekken, want ik heb voor niks meer om aan te trekken. Nee. Die wielen, alles zit. Die staan helemaal naar de kloten, allebei. Ja, die zijn helemaal los. Die zijn helemaal verrot, die zijn helemaal dwars, de andere kant op. Ja, één voordeel, ik hoef niet heel voorzichtig te doen, nee, want er valt weinig mee te slopen. Nee, je hoeft niet echt zuinig te zijn. Zo, inderdaad, joh, die grond is opgestreept. Zak wiet, blijft hij erin liggen of ga je er een beslag nemen? Nee, ik denk weer even op mee. Ja? Zou. Ja, is beter, joh. Dan. Anders wordt het weer. Scherp, man. Zoek je nog werk? Ja, ik heb een onderdeel
denk ik. Dat denk ik ook niet, nee. Het is best een logische plek, maar hè? Hey, toch die halen onderwerp Zekerheid voor alles, hè? Want als het eraf dondert. Ja, precies. Dan hebben jullie zeker de volgende stad gebeurd. Dan leg ik gewoon in mijn bed, hoor. Ja, kon ik dat maar zeggen. Normaal zou je hem nu trouwens op de heftruck, met de heftruck eraf trekken, maar omdat hij zo op die rand stond, kom je niet onder met die lepels. Dus dan doen we hem eerst afschudden, en als hij met de voorkant op de grond staat, dan pakken we hem met de heftruck op. In- en uitschuiven gaat hij zeg maar niet verder. Heb ik hier ook nog even de camera gezet. Want wat je dan doet, is ik rijd nu gewoon de auto eronder vandaan. Dus de vrachtwagen, die zet ik gewoon in zijn eerste versnelling. En dan rijd ik hem eronder vandaan. En dan zakt die auto gewoon van het plateau af zo de grond op. Dus dat gaan jullie nu op de andere camera zien. Je hebt wel eens van die dagen waarop alles misgaat. Nou, dat was nu bij mij zo. Wat ik net ook al zei,
foutje maken is menselijk, daarom laat ik het ook gewoon zien. Ik schaam me er niet voor ofzo. Ik bedoel, hij is meegegaan en dat is waar het uiteindelijk om gaat. Zeker niet op de beste manier, maar goed, hij staat nu hier op het terrein. Ja, dit zijn wel de klussen waarvoor ik dit werk doe. Dit, hier heb je een beetje uitdaging, moet je bij nadenken. Moet je dat ook wel echt doen. Maar normaal gesproken, ik heb gewoon een beetje last van die nachtdienst. Ik word heel suf wakker dan. En dan, ja, dan maak je wel eens een foutje. Nou, dat is nu ook gebeurd. Ik weet niet of ik dat erin heb geëdit. Of dat een interessant stukje was verder. Maar die teller, die staat op 75 km per uur. Bij een analoge teller is het namelijk zo. Op het moment van impact blijft de teller 9 van de 10 keer staan op de snelheid waarop de impact is geweest. Dat was in dit geval rond de 75. En moet je bedenken dat je met 75 tegen een dikke paal aanrijdt. Nou, dat deze meneer of mevrouw het heeft overleefd is toch wel een wonder. Ik bedoel, er zijn mensen verongelukt bij minder heftige impact. Dus deze meneer of mevrouw heeft echt een engeltje op zijn schouder gehad. Gelukkig, hè, begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, ik gun niemand het om gewond te raken. Dus, hij staat in ieder geval weer binnen. Wij gaan verder. In ieder geval nog heel even. We gaan zo naar huis en dan zit de week er weer op. Zo, we gaan naar de A4. Net voor afslag Delft. Ongeval tussen een motorfiets en een personenauto. En aangezien ik altijd motorrij in de zomer, vooral. Ik ben geen echte motorrijder, alleen maar mooi weer. Krijg ik van zulke meldingen altijd een beetje buikpijn. Dus ik hoop dat alles goed gaat met diegene. Maar dat gaan we nu zien. Twee rijbanen afgesloten, ik zie nog blauwe lampen. Meestal is dit geen heel goed teken. Dus je mag best eerlijk weten dat ik van zulke meldingen altijd kippenvel krijg. Mede omdat ik ook mensen waarmee ik reed, ben verloren op de motor. Dus ja, ik vind dit nooit leuk, zulke meldingen. Maar goed, het hoort er wel bij en we gaan ons uiterste best doen om die mensen goed mogelijk te helpen. Maar het is niet leuk. Goed. Hij is niet dicht, hij staat te doseren. Het gaat automatisch. Oh ja. De verkeerslicht voor de ketel. Ja, dat is doseren. Omdat de burgemeester wil gaan fietsen in zijn tunnel. Maar gaat helemaal dicht, want de VOA is ook al gepiet. Oké, dat gaat niet zo goed. Nee, oké. Wat is er gebeurd? Motorrijder overreden door een vrachtwagen. Oh, nee joh. Ja. En? De VOA is al gepiet. Ja, maar hoe gaat het met die man? Ja, wat denk je? Ja, maar ja, hij leeft nog wel. De voorste vrachtwagen, hij is gepakt. Ja, verkeer Haaglanden is gepiept. Rotterdam staat er nu bij, maar Haaglanden komt en de VOA komt ook, ons Haagse gebied. Haaglanden komt altijd te voelen. Ja, tuurlijk. Ja, dat wordt goed. Ja. Die vraag naar de voorste is het. Je kan misschien voor je beelden als je zegt van ik wil maar... Nou, dit knip ik eruit. Ik laat nooit slachtoffers zien. Nee, dat niet. Maar je kan wel laten zien, want die vrachtwagen daar is dicht aan de zijkant. Kan je wel aan kijkers uitleggen dat het nog redelijk misschien, dat hij het leven nu nog leeft. Door dit. Daardoor, ja. Kan je zien. Die heeft hem tegengehouden dat hij niet gelijk helemaal onder is gegaan. Nou, dat is niet goed. Nee, dit is niet oké. Hij heeft een verkeerde aangelanden komt, dus ik denk ook dat het in beslag genomen gaat worden. Dus voor mijn part kijk je even rond en als je zegt, het is druk, ik ga weer verder. En ik heb je alsnog nodig, laat ik een nieuwe melding aanmaken. Want we mogen je een kwartier in stand-by zetten hier, hè? Ja. Nou ja, dan dus dan maak ik gewoon een nieuwe IM aan. Wacht er even en dan... Hij gaat toch dicht, we hebben geen haast. Nee, precies. Kom goed. Maar hij is wel bij kennis. Ja, ja. Met zijn ogen open. Ja, ja. Dus over je foto van gereden ben ik niet blij, hè? Zo, nee. Net bij de trekkers.
Oh ja. Jee. Ja, maar inderdaad, als die... Als dit er niet is... Dan schuif je zo onder die wielen. Ja. Tering. Daarom hebben opleggers voor vrachtwagens zitten. Ja. Ja. Vaak hebben ze ook alleen van die buizen, dat noemen ze dan fietsenvanger. Ja, ja. Nou ja, je ziet het kan echt je leven redden. Ja, en dat dit dicht is, is ook vanwege brandstof. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, hij heeft niet naar zijn zin, hoor. Nee. Nou, om even een overzicht te geven. Dit is dus wat er allemaal staat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 politieauto's. Een auto van Rijkswaterstaat. Ikzelf en ambulance. Daar in de verte ligt er een motor op de grond. Die is dus geraakt door de vrachtwagen die jullie daar in de verte zien staan. En wat waarschijnlijk die bestuurder zijn leven heeft gered, is de zijkant van die vrachtwagen, die was dicht. Als die er niet had gezeten, had hij er volledig onder gelegen. Nou, dan hoef ik niet uit te leggen wat er verder gebeurt. Wat ik daaruit begreep is dat, dat het redelijk goed gaat. Er komt wel nog een politieonderzoek, maar dat ga ik jullie zo in hoeverre dat kan nog laten zien. Dat was dus de laatste auto die voorbij kwam. En zoals je ziet is nu de hele A4 leeg. Die is afgesloten voor het onderzoek. Nou, wordt er geen VOA-onderzoek gedaan, omdat godzijdank die meneer, of tenminste, ja... die motorrijder buiten levensgevaar is. Maar er wordt wel gewoon een uitgebreide PV opgemaakt, zo noemen ze dat. Dus daarom moet wel even de weg gewoon dicht, zodat ze alle bevindingen kunnen opschrijven. Dus zodoende. Even kijken. Maar is dit een neutraal? Nee. Ja? Zou die accu het nog doen? Nee. Ga ik de rennen even? Ja, de koppeling ingaat het wel. Oh. Hij hoeft er maar net op in het begin. Anders moet we helemaal naar boven duwen. Zo sterk ben ik niet. Daar hebben ze een mooi kastje voor. Precies. Klap hem eerst recht en daarna weer naar voren. Pas op voor uw voeten. Ja. Zo, dan gaan we even naar voren. Flinke klap geweest. Deze jongen heeft een engeltje op zijn schouder. Zou er lekker staatslos kopen als dit me overkomt. Maar ook dat die vrachtwagen precies van die zijscherm had. Ja. Dat heb hem gered, hè? Ja. Ik denk ook niet dat hij eronder geweest is. Dat hij de zijkant geklapt heeft. En dat hij vervolgens zijn op de grond terecht gekomen is. Daar beenletsel aan over. Dat hij niet overheen is. Zo. Ja. Hebben we hem in het midden? Ja, in het midden van die lier moet hij met het voorwiel en dan mag hij op het zijstandaard. Ja, deze. Top, bedankt voor de hulp. Zo, we zijn weer op de zaak, we hebben hem gelost. Even kort samengevat wat er nou is gebeurd, want ik kan natuurlijk niet alles filmen op zo'n moment. Ik vind het heel belangrijk dat een slachtoffer zelf nooit in beeld wordt gebracht, maar ik zie dat wel. Er is dus een motorrijder, is gevallen en overreden door die vrachtwagen. Of die nou volledig overreden is, of de zijkappen hem hebben geraakt,
zeggen, maar hij lag in ieder geval half onder die vrachtwagen. Daar is hij geweest in ieder geval. Eén zijkant was daardoor helemaal kapot. Met die jongen ging het naar omstandigheden goed. Hij was buiten levensgevaar, gelukkig. Ik bedoel, wat ik zei toen we erheen gingen al. Ik krijg altijd pijn in mijn buik van zulke meldingen. Dus dat was het FOA-onderzoek. Of nee, jullie hebben het me geleerd, maar ik ben het weer kwijt. Dat gaan jullie ongetwijfeld weer reageren nu hieronder. Maar in ieder geval, het verkeersonderzoek is niet doorgegaan. Omdat er geen sprake was van levensgevaarlijk letsel in dit geval. En de oorzaak, de toedracht, gewoon duidelijk was. Dus ze hebben foto's gemaakt, alles gerapporteerd. Nou, en daarna mochten wij hem gelijk meenemen. Dus dat hebben we gedaan. Andere agent heeft nog even geholpen hem erop te duwen. Waarvoor dank, dat gebeurt echt lang niet altijd. Maar ik ben er wel altijd heel blij mee. Dus we gaan van diegene wel horen van de week of die waar de motor naartoe mag. En als ik de kans heb, zou ik even aan diegene vragen hoe het met hem gaat. Mocht ik dat naar jullie mogen terugkoppelen, gaan jullie dat nog zien in het vervolg van deze video. Zien jullie niks meer, heb ik of geen informatie of had diegene liever niet dat ik het deelde. Dus dat was het. Gaan we nu eens even kijken of er nog meer gaat gebeuren. Eerst een bak koffie nemen, want het is -2 en ik heb het koud. Dus. Zo, we gaan weer naar een ongeval. Het is vandaag vrijdag. Best wel druk met ongevallen. Vanmorgen 2 of 3. Nou, nu dan weer. Het is net voor de Benelux-tunnel. Dus we gaan even kijken wat er aan de hand is. Het is een EDO-melding. Elektronische detectie ongevallen. Dus dat is iemand die op de SOS-knop drukt. Of een auto die automatisch aangeeft van ik heb een klapper gemaakt en de hulpdienst inschakelt. Dus we gaan kijken. En er vliegt ook een trauma-helikopter boven ons. Ik weet niet of het te zien is. Er zit een traumahelikopter geland, midden op de weg. Ja, dan moet gewoon alles eruit en alles dicht. Het is echt een flinke klap geweest. Zeker, ik wil niet te dichtbij filmen uit respect voor de gewonden. Dadelijk als dat allemaal afgehandeld is, zal ik jullie nog van dichtbij laten zien. Maar voor nu houden we het even op een afstand. Verschrikkelijke klap geweest dit. Achter op deze vrachtwagen. Beveilig nu dus de plek van het ongeval. Alleen heel veel mensen snappen die kruisen nog steeds niet. Zoals je ziet, staan overal kruisen. Tenminste, dat kunnen jullie niet zien, maar die staan er wel. En toch allemaal mensen die hier in de file gaan staan. Er zit wel een airbag in, maar die is niet uitgekomen. Dat is toch best wel opmerkelijk bij zo'n klap. Duct tape is overal goed voor. Zo'n auto is dus op die vrachtwagen geklapt. Die vrachtwagen had een laadklep. Nou, dat is gewoon massief staal allemaal. Dus ja, dat geeft echt niet mee. Dus, waar ik me wel over verbaas is dat de airbag niet is uitgekomen van de Renault. Dat zou toch wel moeten met zo'n klap. En dat zou in theorie ook heel veel moeten schelen qua letsel.
Betrokkenen was wel bij kennis en gewoon aanspreekbaar. Dus dat is vaak een goed teken. Nou, hopen dat het heel snel goed komt met diegene. Nou, wij gaan de auto nu afzetten. Zal ik nog even een klein rondje eromheen lopen om te laten zien hoe bizar de impact is als je dus achter op een vrachtwagen rijdt. Dus dat komt hierna. Dit is de accu. Zelfs die is geëxplodeerd. Dit is dan heel dat ding van die laadklep. Nou, dit is echt met een vaart gegaan, dat is niet oké. Okay. Zo, dat was het einde van de allerlaatste video bij Roos Autoberging. En als ik iets graag wil, is het hun daarvoor bedanken. Via Henk natuurlijk ooit binnengekomen een tijd geleden. Toen heb ik de kans gekregen om te kijken of berging wat voor mij was. We kunnen wel zeggen dat aardig bij me past, denk ik. Tenminste, ik vind het nog steeds fantastisch. En zoveel geleerd ook. En niet alleen qua werk natuurlijk, maar ook gewoon omgang met mensen. Je kunnen verplaatsen in mensen. Want je ziet mensen op de momenten dat het met hun slecht gaat. Dat ze zich ellendig voelen omdat de auto kapot is, omdat de auto pech heeft. Noem maar op. Je leert echt anders naar dingen kijken daardoor, durf ik wel te zeggen. Dus ja. Dankbaar voor de afgelopen tijd die ik hier heb gewerkt. En heel veel zin in een nieuwe uitdaging. Van de volgende week wordt de video in een andere auto, die van Barendrecht. Met ook een nieuwe intro waar ik echt heel benieuwd naar ben. Wat jullie daarvan gaan vinden. We hebben ons best echt gedaan. En ook Barendrecht heeft echt zijn best daarvoor gedaan. Die hebben op een zaterdag alles klaargezet. Auto's gewassen, auto's gepoetst. Helpen met auto's verrijden en zo. Dus dat is al een heel warm welkom. Super tof. Dus ja, van de volgende week gaan jullie me daar zien. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Maak het niet erg, Bellenberger. Tot volgende keer.